Goedemiddag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het grote regengebied zien we nog aan het dikke pakket met bewolking boven het noordoosten liggen. In de rest van het land zien we ook al wat groen ertussen, daar schijnt van tijd tot tijd de zon. Na nou, die opklaringen die winnen vanavond terrein, dus dan hebben we nog flinke zonnige perioden en een paar wolken. En dan blijft het ook overal droog, want de laatste buitjes verdwijnen voor 7 uur. Ook vannacht bui eh, droog weer, brede opklaringen, minima rond 11 graden, en de wind die neemt wat in kracht af. Morgen overdag hebben we dan best aardig weer, 20 tot 24 graden hoogste temperaturen in Zeuws Vlaanderen. Er zijn flinke zonnige perioden. In het noorden is er een kleine kans op een bui. Zondag wordt die buienkans groter, vooral in de namiddag en avond. Maar voor die tijd wordt het eerst nog flink warm. 25 tot 29 graden maar liefst, dus een echte zomerdag. Maandag en dinsdag hebben we ook geregeld zon, amper een bui, maar de temperaturen zijn lager rond 20 graden. Ik wens u een goed weekend.